De positiviteitsgoeroe was woensdag niet aanwezig bij de zitting. Verdachte E kwam wel opdagen, gekleed in een groen trainingspak. Hij zit sinds zijn aanhouding op 1 juli vast en ontkent in alle toonaarden. Gelijk aan het begin van de zitting kondigde E al aan geen vragen van de rechter te beantwoorden. Ik ga vooral luisteren, zei hij. Volgens het OM is E de man die op 20 juni het pand aan de Hulkensteinse weg heeft beschoten vanwege een ruzie met de bewoner, die mogelijk om drugs ging. Verschillende getuigen zagen die avond een grote donkere man aan de deur ruzie maken met de bewoner van het beschoten pand. Daarna hoorden ze 4 knallen. De schutter zou vervolgens gevlucht zijn in een zeldzame uitvoering van een Renault Clio, met zonnedak. De politie ontdekte later die avond een gat in het raam en een loodprojectiel tussen de spouw van het dubbelglas. Bij de buren zat ook een gat in het raam, daar was de kogel wel door het dubbele glas heen gegaan. Na onderzoek is niet vastkomen te staan of het ging om een kogel uit een echt wapen of een luchtdrukpistool. De bijzondere auto leidde de politie uiteindelijk naar E. In de Clio werden bankpassen, medicijnen en 3 telefoons gevonden die op zijn naam stonden. Daarin vond de politie berichten die zouden wijzen op E's betrokkenheid. Zo was er voor de beschieting gezocht op straf en wapenbezit. En erna op de website van een advocatenkantoor. Ook vond de politie een bericht, een uur na de beschieting gestuurd, van de bewoner van het pand, van 4 meter afstand en je schiet nog mis. Waarom schuilt je op de muur? Je deed echt alles om mij niet te raken, hè? In de gevangenis werden telefoongesprekken van E opgenomen. Daarin hoorde de politie hem zeggen, nee joh, was geen luchtdruk, toen een beller zei dat er met een luchtdrukpistool was geschoten. Volgens E was hij tijdens de beschieting in zijn eentje aan het wandelen. De auto werd ook door anderen gebruikt, beweerde hij. Net als de telefoons en bankpassen. De advocaat van E vroeg de rechter om haar cliënt vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank doet op 5 januari uitspraak.